Vandaag komen de eerste nieuwbakken internationale studenten op het nieuwe complex in Delft aan. Onder andere dit groepje Indiase studenten. Want de TU is razend populair in het buitenland. Alleen het weer, tja. Uh, it's a pleasant room. Uh, the weather is a bit Dutch. <laughs> what I felt, rainy. De studenten kunnen hier wonen dankzij de SHS. Die deze voormalige kliniek heeft omgebouwd tot gloednieuwe studentenwoningen. Er komen dit jaar 2000 studenten aan. Dat zijn al zo'n 40% meer dan vorig jaar. En uh, dat zorgt voor een hoge kamernood. Wij worden nog elke dag gebeld door studenten of ze een kamer hebben. En dat varieert van studenten die hier elders uit het land komen. tot studenten uit India. die alsjeblieft een kamer zouden willen hebben. Toch daalt de kamernood in Delft wel. Zo zochten enkele jaren geleden duizenden studenten een kamer. Nu zijn dat er nog een paar honderd per jaar.